Hoi, ik ga vandaag vloggen. Ik ga naar de HEMA. HEMA Persevent in Amsterdam-Noord. Ik heb er super veel zin in. Dit is wel de eerste keer dat ik vlog, dus ik hoop dat het goed gaat. Mocht hier en daar het minder goed gaan, het is de eerste keer dat ik het doe. Bear with me hier. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Ik vind het ook spannend. Dit is wel, ik ben wel vaker naar een persevent geweest, maar ik ontmoet vandaag ook wel heel veel andere bloggers. En ik heb er ontzettend veel zin in. En het is een persevent van de HEMA. En gewoon ontzettend leuk. En toen ik de uitnodiging kreeg, dit is de uitnodiging. Toen dacht ik van ja, maar weet je, ook zo tof om gewoon een papieren uitnodiging te hebben. Want ik krijg altijd digitale uitnodigingen. En dan, oh, ik zag hem en ik dacht echt van, oh liefde. En ik vind het echt zo leuk. En vooral omdat het van de HEMA is. En omdat ik natuurlijk heel veel andere bloggers ontmoet vandaag. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb mijn haar een beetje van onder een beetje gekruld en toen uitgekamd. Zodat het wat voller zit. Ik heb mijn nieuwe ketting om van Beautiful Bijou. Echt een super mooie ketting. Ik ben er heel blij mee. En voor de rest ben ik dus heel simpel gekleed. Zodat de aandacht daar naartoe gaat. Gewoon een mooie grote zilveren ketting. En een blauw vestje en een wit truitje. En ik heb let niet op de handdoek die hier naast me ligt. Want daar ligt iets onder waar Boeboe niet aan mag zitten. En ik heb mijn laarzen aan. Dat is het. Dus ik pak zo de trein. Ik ga hier nog eventjes Bo eten geven. En eventjes alle lampen uitdoen. En dat soort onzinnige dingen. Of nee, onzinnig. Dat is eigenlijk wel heel handig dat ik dat even doe. Moet ik niet vergeten. En dan pak ik de trein naar Amsterdam. En dan gaan we ervoor. Dus ik hoop dat je het leuk vindt dat ik je meeneem vandaag. Tot zo! Ik ben aangekomen op Amsterdam Centraal. Ik ga nu naar beneden en de andere meiden ontmoeten. Ik moest er dus ontzettend nodig naar de wc, net zoals altijd. En ik heb er zin in. En ik ben heel erg benieuwd wat de dag gaat brengen. Hallo. Altijd gezelligheid met de camera. Oh, wat leuk. Oké, ik ga nu naar beneden. Het is altijd wel een beetje ongemakkelijk of zo. Op het moment dat je een camera voor je neus hebt. Dan is altijd de vraag van mensen van waarom ben je in vredesnaam jezelf aan het filmen. Dat voelt altijd een beetje ongemakkelijk. Dat is het ook heel erg, want ik word nu ook aangestaard als een malle. Dus, maar ik heb er wel echt ontzettend veel zin in. Ik ben wel een beetje zenuwachtig hoor. Nou, ik ben aangekomen bij het HEMA Persevent. Het is echt een reusachtig gebouw. Gelukkig wel relatief snel gevonden, want ik ben net een goudvis af en toe. Maar het is één hele grote ruimte met echt allerlei verschillende dingen. En, maar het is ook niet alleen maar make-up, maar het is ook echt Pasen, WK, voor de nieuwe lente, zomer, bikini, weet je wel. Van alles en nog wat. Dus ook heel veel lifestyle. Dus ik laat het jullie allemaal zien wat hier te vinden is. Ik ben zelf ook echt enorm benieuwd. En ik vind het heel erg leuk. Tot nu toe zijn er heel veel mensen. En is het ontzettend gezellig. Afscheid nemen. Ik ben thuis. Het is nu ongeveer 7:30. Ik ben wel eerder thuis gekomen hoor. Maar ik moest echt eerst even eten. Want ik verging gewoon van de trek. Dus ik mag geen honger zeggen van mijn vader. Dus dat doe ik ook niet. Ik verging van de trek. Ik heb een super leuke dag gehad. Ik vond het leuk om in Amsterdam te zijn. Ik vond het leuk om bij het HEMA hoofdkantoor te zijn. En het was een super mooi gebouw. Echt heel tof. En ik heb ontzettend veel leuke en lieve bloggers ontmoet. Met wie ik dan op Twitter wel contact heb. En dan nu eindelijk in het echt een keertje face-to-face met elkaar praten.
Ja, vond ik echt heel erg leuk. En ik hoop dat dat, en dat zeker voor herhaling vatbaar. Ik vind het altijd wel een eer of zo om bij pers-events te zijn. Ik bedoel, ik ben er ook nou niet zo heel vaak bij zulke events. Ik word ook... Dus ja, dat vind ik dan, ja, het klinkt misschien heel suf, maar ik vind dat toch wel heel erg speciaal. Ik vind dat wel heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik ging vloggen. Mochten jullie dat vaker willen zien, dan moet je maar even duimpjes omhoog doen of laten weten in de comments. Natuurlijk ook als je dat niet wil. Maar ik ga alleen maar vloggen bij dagen zoals dit. Dat ik echt een event heb. En niet mijn saaie schooldag of mijn saaie ik maak schoon vandaag. Want dat, ja, dat is gewoon niet zo heel erg leuk. Dus ik ga het ook niet heel erg vaak doen. Maar af en toe met zo'n dag lijkt het me wel leuk als ik dat een keertje doe. Mits jullie het natuurlijk leuk vonden. Ik heb ook een goodiebag natuurlijk mee naar huis gekregen. De grotere goodiebag die je misschien bij andere bloggers ziet. Die, ja, op een of andere manier is er iets fout gegaan bij het geven van de goodiebags. In de grotere tas zat onder andere dit tasje en alle lifestyle spullen. Maar die tas is niet aan me gegeven op het moment dat we weggingen. Het is echt heel dom. Ik had het pas later door dat er een foutje was. Nou, dat kan gebeuren. Ik bedoel, daar ben ik niet boos om of zo. Maar ik vind het wel jammer dat ik die producten ook niet mee heb genomen. Want dan kan je het ook niet echt al nu laten zien. Dus ik hoop dat ze nog binnenkomen. Zo ja, dan laat ik daar wel even een foto van zien. Of dan zal ik dat nog wel even behandelen op de een of andere manier. Wel hier de make-up productjes. Dat zijn er dus niet heel erg veel. Want het is een grote tas als klein tasje. En dan zaten er allemaal andere producten in. Nou ja, acht kan gebeuren. Maar dan laat ik jullie nu even de spullen zien die hierin zitten. Dit is de Cosmetic Brush Cleaner. Die is niet nieuw. Bij de HEMA die hebben ze nu echt al een half jaar of zo. Ik vind het wel geweldig spul. Die van mij was op. Twee nagellakjes, waarvan ik er één al heb. Dit is een aqua blauwe, 839. En dit is een leuke paars, nummer 24. De ene is ook kleiner. Ik hoop trouwens ook dat je de kleuren een beetje goed kan zien. Want het is natuurlijk 19:30 op het moment dat ik dit film. Ik wilde niet morgen pas afscheid nemen of zo, want dat vond ik suf. En een strawberry scrub masker. En ik heb wel zo'n HEMA maskertje gehad. En die zijn hartstikke prima, lekker makkelijk. Weet je wel, opdoen en gaan met die banaan. Dus, maar lekker aardbei. Dus dat ruikt altijd wel heerlijk op je gezicht. Dus ja, meer producten heb ik er niet om te laten zien. Want er was gewoon een fout met het geven. En ik heb wel echt een geweldige dag gehad. En ja, ik vond het echt super tof. Er komen dus nieuwe make-up producten uit in week 10. Dat zal over 4 weken ongeveer zijn. Want het is nu week 6. En 3 nieuwe collecties met allerlei kleuren. Super leuk. Ook een nieuwe verzorgingslijnen. En alles is in een nieuw verbeterd jasje gestoken of zo lijkt het wel. En alle make-up is ook beter qua uiterlijk. Als in het is wat strakker. Het is ook wat simpeler. Het is beter stapelbaar. Dat vind ik ook wel ideaal. Nieuwe nagellakjes komen eruit. Nou, super leuk. En natuurlijk heel veel lifestyle spullen. En, maar je moet in de komende tijd maar eens even in het voorjaar in de winkels kijken bij HEMA. En dan zal je het vast wel zien. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoor graag wat je van deze video vond. En tot de volgende keer. Doeg!